Wij hebben het idee dat Hans Wiegel uitstekend de klus kan klaren. Dat heeft hij eerder laten zien in Den Haag, dat heeft hij laten zien in Brabant. En wij zagen geen toegevoegde waarde in de heer Cohen. En vandaar dat we hierop voort zijn gegaan. We hebben aan de fractievoorzitters gevraagd of ze er uiteindelijk mee konden instemmen. En dat was dat is unaniem aangenomen. Ja. Nou, hadden ze Cohen voorgedragen, denk althans, met het idee van ja, dan kan je ook de linkerkant van het spectrum een beetje bedienen. Gaat de heer Wiegel dat wel allemaal doen? Ja, dat is wat ik zeg. Wij denken dat de heer Wiegel, en dat heeft hij ook laten zien, dat hij dat heel, heel goed kan. Ja. En hoe nu verder? Komende donderdag de beëdiging, dan gelijk daarna de gesprekken? Dat laat ik aan de heer Wiegel. Het is inderdaad wel eerst de installatie. Dat vond hij wel zo chic. Dat waren zijn eigen woorden. En dan gaat hij iedereen uitnodigen. En dat is aan de heer Wiegel om dat te regelen. En daar zal hij ondersteuning van krijgen hier van de Griffie. Die eerste gesprek, hoe moet ik dat zien? Is dat meer een beetje kijken van wat is een ideale combinatie of wordt dat al gelijk inhoudelijk? Nee, dat wordt niet gelijk inhoudelijk. Het is een informateur, dus hij gaat verkennende gesprekken doen waarbij alle partijen hun favoriete coalitie kunnen aangeven. En wat zijn de favorieten van Forum? Ja, die gaan we bij de heer Wiegel op tafel leggen. Heeft u de vertrouwen in dat ze Forum een echte kans gaan geven? Dat ze zeggen, nou, we willen luisteren naar alle gesprekken en we willen er ook echt voor gaan? Nou ja, dat vertrouwen dat moet ik wel hebben. Hè? Anders hoeven we er niet aan te beginnen. Dus dat vertrouwen, dat heb ik wel. Maar ik hoop niet dat het geschaad wordt. We gaan het beleven. Ja, want u gaat niet veel toegeven. Bijna alle punten wilt u binnenhalen. Nou, kijk, je kan nooit voor een 10 gaan. Dat realiseren we ons heel goed. Hè. Dan vraag je iets waarvan je weet dat het niet goed gaat komen. Dus we moeten daar realistisch in zijn. Uiteraard willen we zoveel mogelijk punten verwezenlijkt zien. Maar we zullen bij elkaar moeten komen. En dan zou je water bij de wijn moeten doen op sommige punten. En wat is een punt waarvan u zegt dat is een no-go? Klimaat schat ik zo in. Ja, dat ligt voor de hand. Maar dat ga ik met de heer Wiegel bespreken. Dat is de inhoud.